Yo, what up? Het is je boy Demo. Je kijkt naar de judgments van Punch Out Battles. Dit keer gaat het om de reeks van de kwartfinale battles. We komen steeds dichter bij die uiteindelijke finale en die uiteindelijke winnaar. Ik ben hier niet alleen, ik heb natuurlijk mijn juryleden bij me. Hier links hebben we Adi Montenegro. Daarnaast hebben we El Deep, dat is onze gastjury voor deze reeks. Aan mijn rechterkant hebben we natuurlijk Excellent. En we hebben hier natuurlijk Kimo naast ons. En de battle die wij vandaag gaan beoordelen, dat is Dave tegen Aholo. Laten we gelijk beginnen met El Deep, die hier voor het eerst is. Wat vond jij van deze battle? Ik vond het een hele, dope battle. Verrassend dope battle. Twee verschillende styles. Ik kende ze allebei niet, dus ik ging er helemaal blanco in, weet je. Maar ik vond het, de ene grappig, witty, eigenzinnig en de andere heel erg sterk met wordplay. Dus twee verschillende stijlen, maar heel entertaining vond ik. En welke hoort bij welke dan volgens jou? Ik vond Dave, qua wordplay goed. Ik vond hem qua consistentie goed. Hij had ook een Aholocaust line die ik heel dope vond. En ik vond het enige dat zijn delivery wat te zacht was. Dus zeg maar, als zijn delivery nog echt gaat matchen met zijn bars, want zijn bars waren wel goed, dan denk ik wel dat hij hoge ogen kan hebben. Okay. Is volgens jou delivery zo belangrijk dan, zeg maar, om echt te kunnen winnen? Ja. Ik vind zeg maar een slechte bars en een delivery kan ook nog iets teweeg brengen. Maar je wil die combinatie. Daar ben ik ook op zoek naar geweest vandaag. Gewoon echt die ultieme combinatie met overdracht, delivery en inhoud en bars. Okay. Maar hij is zeker goed op weg. Okay. Kimo, ben je het daarmee eens? Miste er aan de ene kant wat delivery volgens jou? Ik vond het ook een verrassend goede battle eigenlijk. Weet je, zo aan het begin van het evenement ben ik gewend dat we nog in de eerste versnelling rijden en dat we langzaam gaan schakelen. En dat we bij de laatste battles in de vijfde versnelling vol gas hadden versnelder geweest. Maar deze mannen zetten gelijk een goed vaartje neer. Niet alleen deze, maar ook wat andere battles in het eerste blokje. Ik heb van genoten, ik hoorde inderdaad gewoon, het was gewoon gelijk een battle. Volgens mij zei ook van we have a battle. Ja man, ja. Dat zou kunnen. En een keer gezegd vanaf. Ja, er zaten leuke lines tussen ook. Ik heb er iets meer opgeschreven van Dave, die als dief genoemd wordt door ons vriend. Is dat ook omdat Dave meer bars had? In ieder geval iets meer die bij mij zijn aangekomen. Van het ding over zijn buik en zo, van een stokje in zijn navel. Ik heb een suikerspin, weet je, hebt over de suiker in je lichaam. Dat soort dingen. Vond ik wel nice. Je bars zijn lesbisch, want je maakt er een potje van. Dat is ook grappig. ik wil er ook graag nog een aantal van mijn collega's over laten, natuurlijk, om te noemen. Oké. Okay. Geen team. Ja, okay. Er was nog eentje die van Sonja Bakker en dat hij naar buiten kijkt en ik Son, ja. Bakken. Hij wilde dat ook goed uit. Dat was fucking dope. Als ik jullie twee goed begrijp dan, was dit een battle, een soort van bars versus delivery of zo? Dat is meer hoe jij het hebt. Ja, ik vond het. Aholo was natuurlijk ook, had een hele andere stijl dan Dave. Aholo was een beetje orthodox. Grappig, laid back. Het was minder gericht op echt de wordplay en de bars. Maar hij had dan weer een unieke delivery, zeg maar. Ik vond hem wel een character, zeg maar. Weet je wat ik bedoel? Dus jij bent daar niet mee eens. Ik heb het in ieder geval niet zo per se ervaren, maar het was ook de eerste battle en het is al een tijdje geleden dat ik het veel gegeten heb. Dus het kan ook zijn dat de bars me meer zijn bijgebleven dan de clash of styles die Loan omschrijft, heel diep. Wat ik wel nog wilde zeggen, Aholo noemde ook iets over Chique. Die zei dat ik vergeleken met Chique lik mijn harige bilspleet. En dat is niet per se heel witty gevonden, maar die bracht hij wel. Dat is weer die delivery ding. Ja, dat is inderdaad dan een delivery ding. Wat ik wel merkte bij Aholo, en dat zien we vaker bij MC's die een ding doen. Ze gaan op een gegeven moment uithalen naar iemand, hij in dit geval naar Vito. En dan zitten ze een beetje te zoeken en dat leidt ze soms af. Want Aholo eindigde ook in zijn derde een beetje met stumbles. En dat vond ik jammer, zeg maar. Hij was in het begin consistenter dan in het laatste. En dat was in hetzelfde rondje als dat hij naar Vito ging uithalen. Dus niet meer met zijn tegenstander bezig waren. Sommige MC's kunnen het heel goed. Even een shot firen. Anderen doen dat, zijn afgeleid en gaan daarna stambelen. Of ze krijgen geen reactie uit de crowd die ze ontregelen en dat het publiek daar stuk om gaat. Dus dat is een dope game. Om af en toe een shot te firen, maar wees daar voorzichtig mee.
Oppassen. Oké. Adi, jij bent eigenlijk net zo nieuw in dit seizoen als de twee mensen die hebben gebattled. Ik ben Adi Montenegro. Ik was hier vroeger. Wat vond jij van deze battle? Ja, ik vond het, ik zeg je eerlijk, vroeger hadden wij vroeger, toen de euro nog van hout was, toen hadden wij zeg maar, het eerste blok was vaak de nieuwere MC's. En dan had je het eerste blok met alle respect, nou, we weten het allemaal, dan zaten we van, hier moeten we even overheen. Je weet toch, de eerste battles waren vaak beneden niveau. Hey, dit was gelijk een hele harde battle. En dat vond ik heel tof. Niveau van beide, ik ben het heel erg met El Diep eens ook. Dat het was een clash of styles. De ene had wat meer lines, waar de andere wat meer delivery had. Ik wil wel één ding wil ik kwijt. Ik denk dat het Dave was. Of het was Dave of het was de andere die zei van... die had zo'n scheme. En ik vind dat de schemes nu te veel worden gebruikt in de battle rap. Waarbij je zoveel mogelijk woorden gaat noemen in een scheme die met elkaar te maken hebben. Als het niet de juiste wordplay bevat, niet de juiste essentie hebt, wanneer het niet zo hard aanslaat, kun je dat beter gewoon weglaten. Geef eens een voorbeeld dan. Ik heb een keukenmes en dan loop ik naar de vork en daar pak ik een lepel en dan het heeft allemaal met elkaar te maken. Met de keuken, maar niet altijd. Je weet toch? En dat op een gegeven moment, wij kunnen allemaal woordjes verzinnen die met elkaar te maken hebben en er een leuke scheme van maken. Maar dat heeft geen zin. Het moet toevoegen aan hetgene wat je probeert te zeggen. Je mist dat ze echt... Ja, zoals Tito volgens mij. Iemand had een lijn over... Je hebt geen banden met het criminele... Chris Met tegen Tito. Je hebt geen banden met het criminele circuit. Daar heeft hij hem zo mooi bij elkaar gebracht. Maar dan is er aan het einde een punch. Waarvan je hebt gewacht op iets. En niet gewoon woordjes die op elkaar lijken. Ja, dus je hebt nu iets dat ze gewoon eigenlijk een scheme aan het maken zijn. Alleen om een scheme te maken. Omdat het heel simpel klinkt. Jij zegt juist. Ik ben het eens met Adi, man. Als je dat ook gezien doet, in deze battle? Moet wel leiden naar een punch. Heb je dat ook gezien in deze battle, dat een beetje ontbrak? Ja, ik wil niet zeggen per se dat het ontbrak, maar de punch waarnaar het toe leidde, kon wel harder zijn misschien. Het wordt vaak gedaan, dus als je nu nog schemes doet, zorg dan dat die echt met een haymaker eindigt. Oké, duidelijk. Ja. Nou horen we eigenlijk aan tafel heel veel, niet dan bij Kindle, over dat het een style of clashes is. Het was een absolute style clash, sowieso. Het was iemand die echt technisch was met bars en wordplay, tegenover iemand die onorthodox was eigenlijk. Maar wat is dan belangrijk? Ik moet een beetje onorthodox zijn. Het was inderdaad, hoe je het ook draait of keert, je gaat je denken als chique als je kijkt naar die Hollow. Ik dacht meteen ook van, hé, dit is een beetje chique-achtig. Zeg je dat de chique wil nadoen of what the fuck dan ook, maar gewoon misschien toevallig. Heeft hij ongeveer een vergelijkbare stijl als. Ja. Heel losjes, apart, weet je. Weet je wat ze zeiden over eerste keuze met Terry-achtig? Ja, bijvoorbeeld, ongeveer, ja. Weet je, maar ja, het was een stijlclash. Maar eigenlijk zijn allebei die stijlen zijn eigenlijk allebei een onderdeel van wat je nodig hebt om een top battle te zijn. Je moet delivery hebben, je moet bars hebben, maar als één iemand de ene hebt en één iemand de andere, wat is dan op zo'n moment het belangrijkste? Ofzo? Ja, het is wat kan meer wegen? Ja, het is net vanaf hoe goed die iemand in dat ene is. Precies. Weet je, maar in mijn opinie zullen bars altijd winnen, want het is een battle, een rap battle. Het gaat erom wat je zegt. De inhoud wint voor mij altijd. Voor mij wint de inhoud altijd. En heeft in deze battle ook de bars, hebben de bars gewonnen van de delivery? In mijn opinie wel. In mijn opinie wel. Ja. De rest daar ook wel. Ja, mee eens. Ja. Okay. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar... Tussendoor, ik wil die boys wel allebei credit geven. Het zijn twee boys uit de nieuwe lichting. Die worden gezet om een event te openen, moeten het ijs breken en hebben het gedaan. Niet bezweken onder de druk. Dus voor dat krijgen ze allebei gewoon twee duimpjes omhoog van mij, man. Weet je? Heb jij, El Diep, ik ben nog benieuwd of jij nog bars hebt opgeschreven die jou echt zijn bijgebleven? Ja, ik had die Ahollo calls, dat is iets wat Dave zei over Ahollo. Ik weet niet meer precies de letterlijke line, maar het eindigde met dan is het een Ahollo calls. En had dan. Dat is ook een beetje, het is precies wat ik zei, volgens mij was het associated wordplay, maar het sloeg ergens op. Ja. En wat Adi bedoelde, ik had het opgeschreven, hij had een hele scheme, dat was het over fruit. Dave. Ja, en dat had natuurlijk niet heel veel... Maar het was wel een dope scheme, het was niet weg, maar het werd gewoon vaak gedaan.
Ja. Maar ik vond hem wel een nice skin hoor. Ja, maar volgens mij de climax was kon dat groter zijn. Met iets van persik, ik dan mijn banaan in de persik, dat was dope. Maar hij had er meerdere. En niet elke sloeg zo aan, zeg maar. Ja. Volgens mij was dat een van de weinigen die echt dope was. Dat is het gevaar dat als je een scheme doet en de setups zijn soms doper dan de punch. Juist. Weet je, de wordplays met die fruit waren volgens mij nog doper dan waarmee jij eindigde. Dat is het gevaar dan met een bepaalde scheme. Weet je, je moet wel eindigen met de climax. Je moet de doopste wordplays in het begin hebben en dan is het een beetje anti-climax op het einde, weet je. Maar het was een dope scheme. Al met al zijn jullie dus wel trots op deze beginnende audiotanden. Voor het feit dat hun twee debutanten zijn, net uit de tryouts, moeten een event openen, moeten het ijs breken en niet onder de druk bezweken. Allebei gepresteerd, ja, big up voor dat man. Ik ga een sticker. Heel benieuwd zeg maar of jouw trots ook in de cijfers terugkomt. Ja, maar bruggetje. Bruggetjes van mij zijn Ik moet sowieso zeggen dat bij allebei heel veel ruimte voor groei is. Kijk hoeveel boys zijn gegroeid die uit de vorige lichting kwamen en hoe zijn geëindigd. Dus als Dave bijvoorbeeld dit nog verder ontwikkelt, wordt hij echt een probleem voor het seizoen. Oké, okay. En wat zijn de cijfers die jij dan zou geven? Ja, er zijn zoveel dope battles geweest, dat het is lastig om cijfers te geven, man. En vooral omdat dit was de eerste. Ja, klopt, maar dat blijft nog steeds lastig. We kunnen ook onze cijfers geven om jou te inspireren. Nee, maar greatness. Ik heb mijn cijfers al, maar ik blijf zeggen, het is lastig. Maar Aholo, 6.5, dat is nog wel, weet je, was niet super super clean, maar was nice. En Dave 7 man, ja. Dus een halve puntje beter. Ja. Okay. Aldiep, jouw cijfers voor Aholo. Ik ben nog positiever, ik heb een 7 voor Aholo en een 7.5 voor Dave. Dus het zit eigenlijk dicht bij elkaar, ook een halve maar toch puntje, al met al Dave de doperen van de twee, maar allebei heel dope, zeker weten. Kimo, jouw cijfers? Ik vond ze alle twee goed. Ik geef Aholo een 6. Dat is gewoon een ronde 6, zoals je dat noemen. Dat had zeker een 6.5 kunnen zijn, mits die de laatste ronde niet een beetje opvolkelde met zijn standaard. En ik geef Dave een mooie 7. Dus bij mij zit er wel echt een puntverschil in. Maar in het begin waren ze best wel bij elkaar. Maar ik vond gewoon de derde verse van Aholo vond ik gewoon beduidend minder, dus hij zwakte af. Ik denk dat het begin belangrijk is, hoe je binnenkomt en ook hoe je eindigt. En als je einde zwakker is, dat is wat mensen ook bijblijft en dat heeft een dit gewoon een half puntje meer. Oké, dus een 6 voor Aholo en een 7 voor Dave. Zeker. Adi, jouw cijfers? Ja, wat mensen eigenlijk niet door hadden was dat Aldeep die zat de hele tijd naast mij. Dus toen ik mijn cijfers opschreef, dat was heeft hij precies hetzelfde opgeschreven. Ik had een 7 voor Aholo en ik had een 7.5 voor Dave. Ik vind dat ze beide minstens een 7 verdienen omdat ze al die druk hadden van de eerste ronde en ja, dope. En geïnvesteerd. Ja man, echt dope man. Ze hebben de spits afgebeten. Ze zetten ook de toon, denk ik, voor het hele event. En dat had niemand van ons gehoord, toch? Ja, dat had niemand van ons gehoord. We hebben de cijfers. Ik ga net als Tim heel snel hoofdrekenen en dan kom ik zo terug met de gemiddelde. En de cijfers zijn bekend. Aholo is geëindigd op een 6.6. En Dave is geëindigd op een 7.2. Natuurlijk zijn deze juryleden niet de enige mensen die beslissen wat de eindcijfer gaat zijn. Jullie kunnen ook stemmen. www.punchoutbattles.nl. Breng je stem in en kijk uiteindelijk wie er heeft gewonnen. Mijn naam is Demo. Dit is Adi Montenegro. Dat is LD. Dat is Excellent. En dit is Kimo. Ik kijk naar Punchout Battles The Judgment. En ik zie jou de volgende keer.